Welkom bij deze nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. In deze video gaan we een capsule wardrobe maken. Echt een hele spontane ingeving dit. Want eigenlijk wilde ik dus al heel lang mijn kledingkast opruimen. Maar ik dacht, ja, weet je, dan gaat het weer net zoals altijd. Dan ruim ik het op, dan is het 4 weken netjes. En dan daarna dan gooi ik alles er weer in. En dan wordt het weer een chaos, zoals dat het ook nu is. Naast dat ik wil dat alles gewoon netjes en georganiseerd is, wil ik ook natuurlijk dat dat zo blijft. Voor als je niet weet wat een capsule wardrobe is, ja, het zorgt er in ieder geval voor dat je eigenlijk voor elk seizoen, dus voor lente, zomer, herfst, winter, gewoon alvast gaat kijken van wat zijn mijn favoriete items. Hoe kan ik deze het beste combineren met de kleding die ik heb? En dan heb je dus een bepaald aantal broeken, een bepaald aantal shirts. Uiteindelijk heb je volgens mij 37 items in je kast, waarmee je dus zo'n 80 outfits kan maken in totaal. Ja, het is misschien een beetje vaag hoe ik het nu uitleg. Ik ga zo zelf nog wat research doen en dan zal ik ook de voordelen en gewoon wat het precies is, hoe het allemaal werkt, ook aan jullie uitleggen, zeg maar. Als ik het zelf wat beter weet. Ja, laten we dit samen gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen en of dit systeem voor mij gaat werken. Dat is natuurlijk ook nog de vraag, maar het is in ieder geval weer eens een keertje wat anders dan gewoon mijn kast opruimen. Het is een tijdje netjes. En dan daarna wordt alles er weer ingegooid. Want dat gebeurt uiteindelijk altijd. Je wilt echt niet weten hoe mijn kast er nu uitziet van binnen. Maar goed, daar gaan we iets aan doen. Ik hoop dat je zin hebt in deze video. Ik in ieder geval wel. Dus laten we lekker gaan beginnen. Aangezien ik geen idee had waar ik moest beginnen, deed ik eerst maar wat research. En ik heb op verschillende sites gekeken. Ik heb naar verschillende mensen gekeken die het al langer doen. Op YouTube, nou ja, overal een beetje. En zo zie ik dus dat een capsule wardrobe inderdaad een minimalistische kledingcollectie is. Die je eigenlijk zelf samenstelt van je eigen kledingstukken. Met dus alleen maar de kledingstukken die echt je favoriet zijn. En die makkelijk met elkaar te combineren zijn. Wat ik mooi vind is dat je meer gaat focussen op kwaliteit boven kwantiteit. En waardoor je dus overconsumptie gaat verminderen. En ik wil dat echt. Ik wil niet zomaar in de sale dingen gaan kopen omdat ze goedkoop zijn. Ik wil gewoon echt alleen nog maar mijn favo kledingstukken in mijn kast. Je ziet wel dat iedereen het echt aanpast aan zijn eigen levensstijl. En dat ga ik zelf ook doen. Dus ik heb een plan gemaakt om te gaan beginnen. Schrik niet. Dit is mijn kast. Je kan je voorstellen dat je hier nou niet per se even zo een outfit van kan uitkiezen. Het is gewoon één grote zooi. Ja. Ik heb de kast maar weer even dicht gedaan. Wat ik heb gedaan is, ik heb net even wat research gedaan. Ik heb een plan gemaakt voor mezelf. En ik zal dat plan nu even hier in beeld zetten. In 6 stappen ben ik van plan dit te gaan doen. En geen idee of mijn plan gaat werken hoor. Want ik doe het ook voor de eerste keer. Maar dat gaan we natuurlijk zien in deze video. En daar kan jij hopelijk dan ook weer iets uithalen. Ik ben wel geïnspireerd. Ik heb veel andere mensen gezien die ook een capsule wardrobe hebben gemaakt. Of capsule wardrobe, hoe je het ook uitspreekt. Iedereen spreekt het anders uit. Wat ik wel echt een ding vind is, ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga doen. Want ik heb sowieso veel meer items dan 30 in mijn kast liggen. Maar wat ik wel vind, ik wil gewoon wel echt veel kleur erin houden. Ook vooral voor de lente en de zomer. Ik zie heel veel van die capsule. Ik zie namelijk best wel veel capsule wardrobes voorbij komen. Met echt gewoon hele basic kleuren zoals zwart, wit, beige. Of gewoon allemaal in één tint. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vind. Want daar kan je ook hele leuke outfits mee maken. Ik hou er zelf ook van. Maar ik hou ook van kleur. Ik wil mezelf zeker niet veel gaan beperken in mijn stijl en mijn kleuren. Ook al weet ik nou nog niet helemaal wat ik wil. Uiteindelijk kan ik 100 video's kijken. Maar ieders kledingkast ziet er weer anders uit. Dus je kan denk ik maar beter gewoon beginnen. En dan gaan kijken hoe je het verder gaat aanpakken. Dus ik ga een beetje mijn plan volgen. Een beetje kijken hoe het allemaal gaat. Dus laten we gaan beginnen. Oké, we hebben hier de twijfelstapel. Ook omdat ik twijfel of het nog past bij mijn stijl of überhaupt gewoon nog past qua is het niet te klein. Hier heb ik sowieso houden. Ja, natuurlijk House of Waves. Ga ik sowieso houden natuurlijk. Maar ook gewoon broeken die echt top zitten. Topjes, truien. Daar liggen wat zomer dingen en topjes die ik even moet uitzoeken. Naast die kast heb ik hier ook nog wat items hangen.
sowieso items die ik wat vaker draag, anders zouden ze hier niet hangen. Maar ik ga ze alsnog even eraf halen, zodat ik het dadelijk helemaal kan reorganiseren op een goede manier. Dus laten we deze er even afhalen. Hier staan al mijn schoenen, of nou ja, niet allemaal, maar eigenlijk wel de meeste. En één slipper, waar is de andere slipper ook? Girl. Het is al iets beter. Dit zijn echt veel meer dan 33 kledingstukken, zoals je kan zien. Veel meer. En dan is dit alleen nog maar herfst en winter. En ik heb daar ook nog zomer items in die twee dozen manden zitten. Ja. De twijfelstapel is best wel groot. Dus ik ga zo even wat dingen passen. En dan gewoon echt heel duidelijk zijn met wat ik wel en niet wil houden. Ik heb altijd bij die dingen waar ik dan over twijfel. En uiteindelijk verkoop ik het dan toch. Ik heb nog nooit gehad dat ik spijt had van een van die dingen tot ik het had verkocht. Dus weet je, ik heb zoiets van, vaak als ik twijfel is het al gewoon een sign dat, dat ik het niet meer draag. En bij de dingen waar ik echt heel erg over twijfel, die ga ik gewoon in een soort van mand of doos ergens doen. En dan een half jaar ergens bewaren. Dat las ik ook ergens als tip van, bewaar het dan ergens een half jaar. Als je een half jaar lang niet aan die kledingstukken hebt gedacht, ja, dan weet je in ieder geval ook zeker dat je het niet meer gaat dragen. Dus kan je het net zo goed gewoon wegdoen. Weggeven dan natuurlijk. Dat sowieso. Ik ga het sowieso op Vinted zetten. Of nou ja, ik ga eerst even naar Anne om te kijken wat zij wil van de kleding die ik niet meer hoef. En dan ga ik het op Vinted zetten. Ik heb nu zoiets van, waar ga ik verder vanaf dit punt? Ik heb echt geen idee wat mijn stijl is. Heel veel dingen kan je ook niet per se met elkaar combineren. Ik heb hier bijvoorbeeld groen. Ik heb paars. Ik heb rood. Ja, ik vind het best wel lastig. Maar ik vind deze dingen ook gewoon allemaal nog leuk. Eén ding weet ik zeker. En dat is dat ik vanaf nu nooit meer op dit punt wil belanden. Dat ik gewoon te veel kleding heb. Dingen zie waarvan ik denk, had ik dit eigenlijk? Omdat ik het gewoon een half jaar niet gedragen heb. Ik vind dat gewoon echt, ik vind dat zo zonde. Ik ben echt op het punt dat ik denk, ik wil alleen nog maar dingen kopen die ik echt leuk vind. Ook al betaal ik toch iets meer, is de kwaliteit iets beter en draag ik het langer, is het duurzamer. Ik heb het er allemaal voor over, want ik vind het zo zonde om nog impuls aankopen te doen. Omdat het in de sale is. Ik ben er gewoon echt klaar mee. Dus vanaf nu gaat dat wel echt veranderen in mijn leven. Nee, maar echt. Ik heb gewoon zo vaak gehad dat ik dan bij de Pull & Bear kwam. En dan zag ik de sale en dacht ik, oh leuk, oh een topje. Ja, ik heb het eigenlijk niet echt nodig, maar het ziet er wel leuk uit. Oh, het is eigenlijk heel goedkoop, dus laat ik het maar kopen. En dan ligt het in mijn kast en dan draag ik het nooit. Ja, ik denk dat het voor mezelf een mooi begin is om meer stil te staan bij wat ik koop. Ik zit hier al bijna een kwartier te vertellen, maar ik moet eventjes verder met mijn kleding. Want het is al eind van de middag en ik wil voordat ik ga slapen toch wel even een opgeruimde kamer en een opgeruimde kast. Dus laten we verder gaan. Wat ik ga doen, ik ga eventjes alles passen van de twijfelstapel en gewoon bepalen in één keer van hou ik dit of hou ik het niet. Ik ga dat alles passen op deze broek, omdat dit gewoon mijn favoriete broek is op dit moment. Van de weekday trouwens. Beetje een low-waist broek, maar wel wijd aan het eind. Omdat dit mijn favoriete broek is, ga ik ook alles hierop passen, want ik wil ook dat alle items op deze broek kunnen. Nou is het een spijkerbroek, dus gaat dat niet zo moeilijk worden, denk ik. Maar ik ga gewoon echt even goed kijken van is dit wat ik nog wil? Past dit nog bij mijn stijl? Laten we gaan beginnen. Bij sommige dingen weet je het gewoon niet. Deze trui. Nee, nee. I don't know. Op een gegeven moment ben je dan ook zo lang bezig dat je dan van dingen niet meer ziet of ze nou wel of niet leuk staan. En we gaan nu toevallig toch avondeten, dus dat komt mooi uit. Ik heb even een pauze nodig. Kijk, mijn kamer ook. Oh nee, het ligt nog helemaal vol. Ja, ik denk dat ik morgen ook gewoon doorga, want wat denk ik nou? Dat dit in één dag gaat lukken? Nee, tuurlijk lukt het niet in een dag. Woehoe!
kamer ligt helemaal onder kleding. Het is over 2 dagen al lente, eindelijk. Dus ik heb ook een beetje de lente-items naar voren gehaald. Ik heb dus een topje aan met daaronder ook nog een topje. En een topje wat eronder zit heb ik dus al heel lang niet gedragen. Maar ik dacht, het is ook leuk voor een topje eronder. Ik heb gisteren even wat inspiratie opgedaan op Pinterest. En je kan dan eigenlijk al zoveel combinaties van je kleding maken met dingen die je al hebt, zeg maar. We zijn lekker in de groene vibe vandaag. Groen shirt, groene sokken, groene schoenen. Allemaal andere kleuren groen, maar goed. Het gaat om het idee. Verder en ik zal je het resultaat tot nu toe laten zien. En ik kan je vast vertellen, het is beter dan hoe het eerst was. Schrik niet. Dit is mijn kast. Kijk, alles netjes opgevouwen. Ik zal even een tour geven. Hier jasjes, 2 blouses, hoodies en sweaters en nog wat longsleeves. En hier nog tassen. Hier ligt een stapel met al mijn broeken. Korte mouwen tops, korte mouwen shirts en een soort van lange mouwen tops. Het ligt niet heel netjes meer, maar het is alweer een tijdje verder inmiddels. Volgens mij is dit de twijfelbox en dit de zomerbox. Dat is het een beetje voor deze kast. En dan heb ik hier nog wat items. Eigenlijk heel de House of Waves collectie hangt hier zo. En nog 2 vesten en mijn badjas. Dus dat hangt hier. Tot nu toe heb ik sowieso nog een kast met veel meer items dan 37. Uit mijn hoofd zijn het er op dit moment 60. Maar dat is het dus ook een beetje lente en winter door elkaar. Omdat het nu echt zo'n weerfase is van de ene dag draag je een trui en de andere dag een korte mouwen shirt. Dus dat is ook weer een beetje lastig. En ik wil me daarnaast ook niet helemaal beperken tot 37 items. Want er zijn simpelweg gewoon meer items in mijn kast die ik gewoon echt leuk vind. Maar het is nu nog een beetje lastig, aangezien het weer echt heel erg varieert momenteel. Dus ja, wel heb ik dus foto's gemaakt van alle items zoals je net al zag. Wat ik daar dus mee wil doen, is verschillende outfit combinaties samenstellen en in mijn notities zetten. Gewoon als ik tijd over heb. I don't know, maar het lijkt me gewoon leuk om sowieso te doen. En ik vind het ook heel erg fijn om al mijn items op 1 plek te hebben, dat ik precies zie wat ik heb. Want soms als het zo in een, als het achter in je kast ligt, dan zie je het ook niet helemaal. Dat zorgt ook gewoon voor dat ik overzicht hou. En als ik iets nieuws koop, dat ik ook weet van, oh ja, dat kan daarbij, dat kan daarbij. Het is niet echt de capsule wardrobe, dus die voldoet aan alle eisen die je ziet, die je op het internet leest en zo. Maar het is zeker wel een leuk begin van een nieuwe bewustwording, soort van hoe ik omga met mijn kleding. En ja, mijn kast is nu dus ingesteld op nog een beetje winter en een beetje lente. Maar er komt sowieso nog een deel 2 van deze video, want ik ga ook nog items op Vinted verkopen. Lijkt me weer leuk om eens een keer te doen. Dat ik mijn kast nog meer ga inrichten op ook de lente en zomer. Dus ja, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat het jou gemotiveerd heeft om ook je kast op te ruimen als je dat misschien nodig had. Of dat je misschien ook wel een capsule wardrobe gaat maken of dat je het op je eigen manier gaat doen. Die van mij was dus niet helemaal per se volgens de regeltjes, maar dit past denk ik beter bij mij. En ik wil het gewoon door de maanden heen een beetje op mijn eigen manier gaan ontwikkelen. Dus nu ga ik stoppen met praten, want dit is het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Laat het zeker weten in de comments. En hopelijk zie ik je dan volgende keer weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!